Welkom bij de video van regionaalwindbaan.nl. In deze video ga ik laten zien hoe je kan aanmelden bij het treetrekkernetwerk. Dan laten we gewoon beginnen. Ik ben al ingelogd, dus ik heb al een account aangemaakt. Maar ik ga een totaal nieuwe website ga ik aanmelden. En ik ga er ook affiliate producten bij zoeken. Die ga ik uploaden naar mijn website. Dus laten we gewoon beginnen bij het dashboard. U ziet, die zit hier nu op het treetrekkernetwerk. Daar hoeft u maar even in te drukken. Treetrekker.com. Daar kunt u zich aanmelden als affiliate. Dus ik ga nu naar het dashboard toe. En dan ga ik mijn website aanmelden en laat me even kijken. Dit is mijn website. Zeg ik even. We moeten. Ja, ik moet iets selecteren. Dus ik selecteer iets. Dan doe ik mijn droneuren. Ja, dan kan ik even in het dashboard zelf terechtkomen om een nieuwe website aan te melden. En dan zie je hier in feite gewoon mijn website staan. Nou, die heb ik even aangeklikt. En nu zeg ik dus nieuwe website toevoegen. En dan voer ik gewoon even de URL vul ik in. En de naam van mijn website. Fietsenmaker, want ik wil artikelen verkopen. Die je normaal gesproken koopt, zoals banden, plaksetjes, dat soort zaken. Wat voor type is het? Of wat voor type doe ik? Nou, ik doe meestal zoekmachine marketing, maar dat willen ze niet altijd helemaal waarderen. Hoeveel opties zie ik verder is niet, dus ik hou het gewoon maar even over zoekmachine marketing met betrekking tot site type. En nu kan ik dus kiezen het marketing segment. Even kijken hoor. Moet er zelf ook nog even doorheen. Ja, sport en recreatie. Volgens mij valt daar fietsartikel onder. Maar nog even kijken. Maar dan ziet u ook precies dat er dus heel veel mogelijkheden zijn. Met betrekking tot het product op uw website. U kan dus eigenlijk alle kanten op. U ziet dat. Maar ik kan zo ook fietsen gaan kiezen. Dus, maar volgens mij valt het onder sport en recreatie. Ah, ik moet alleen nog even een cookie moet ik erop zetten. Nederland. Die zat er nog niet op, een cookie melding. Dus daar moet je wel aan voldoen. Dus je moet via die cookie richtlijn werken. Dus ga even terug naar de website. Nieuwe plugin. En ik druk in cookies. Ik heb meestal cookie law info. Even kijken, ja, wat hij zegt. Ik hoop dat dit interessant voor u is. Dat u er wat van opsteekt. Even kijken, ik denk dat cookie law info, deze is prima. Is volgens mij even kijken naar de details. Die kun je hier altijd bekijken in je WordPress dashboard. Hoe dat eruit komt te zien. Dat komt er, oh ja, met een bannertje aan de onderkant. Nou, dat vind ik op zich helemaal mooi. Ja, dan is het niet opzichtig of iets, maar dan heb je toch dat bannetje aan de onderkant. Dus dat werkt op zich gewoon hartstikke goed. Dus die gaan we gewoon installeren. Kijk, u ziet, het is ook voor de EU. Dus dat is eigenlijk gewoon een verplichting, hè? Een cookie plugin op uw website. Dus we activeren. En even kijken, ik ga naar instellingen toe. En dan zit hier EU cookie law. Nee, dat is allemaal prima. Zo. Nou, ik wil wel dat we een beetje een kleurtje hebben, dus ik doe bijvoorbeeld zo. Oh ja, nou, alle informatie staat er al. Accepteren, custom message. Oké, daar hoef ik helemaal niets meer aan te doen. Oké, prima. Handig dat het allemaal in het Nederlands is. En ja, dit is prima. Uitstekend. Dan kan ik u ook precies laten zien wat het effect is van die... wat voor meldingen je dan krijgt. Kijk, er komt aan de onderkant. Ik ga hem even niet wegklikken.
En dan ziet u, er komt dus een cookie-melding. En die heeft u dus nodig om u zich aan te melden bij het netwerk van Treytracker. Dus we zijn nu weer terug bij Treytracker. En ja, dan willen ze nog een website-beschrijving willen ze hebben. Dus dan kan ik even naar mijn website. Het hoeft geen lange beschrijving te zijn. Een eenvoudige beschrijving is voldoende. Zo. Ja, nu gaan we dus naar de verificatiecode. Nou, hij is nog niet geverifieerd. Dat is heel belangrijk dat u dat doet. Want anders loopt u gewoon commissies mis. Dus dit is zeker aan te raden om in ieder geval één keer te doen. Kijk, u ziet ook, het moet ook goedgekeurd worden. Maar ik kan me zo direct gewoon aanmelden bij een heleboel websites. Om producten te gaan verkopen. Dus bijvoorbeeld fietsonderdelen. Om maar een voorbeeld te geven. Even kijken. Terugval nog niet geverifieerd. Dus dat gaan we nu doen. Dan kunnen we op verschillende manieren kunnen we het doen. We kunnen even kijken. Even naar de alternatieve methode. Maar wat ik tegenwoordig doe. Is dat ik dit bestand. Download het bestand Treytracker HTML. En upload het in de root directory van uw affiliate website. Dus dat gaan wij gewoon doen. Je kan ook deze code kopiëren. En die plaats je dan in de heading, dus in de head zeg maar, van je HTML-code van je website. Dat is ook een hele goede optie, maar als je wel eens een update doet of een nieuwe template erop installeert, dan verdwijnt die HTML-code verdwijnt dan eigenlijk uit je template. Dus dan ja, krijg je ook geen commissie meer. Dus ja, daar word je niet blij van. En dit gegarandeert mij dat ik er alle tijden mijn commissie gewoon krijg. Dus laten we gewoon eens even klikken. Dan gaat hij aan de onderkant, gaat hij hier zeg maar het bestand downloaden in mijn downloadmap. Kijk, die ziet u hier staan, dus daar heb je gewoon de verificatiecode. Die plaatsen we, neem me niet kwalijk, op het bureaublad. Oké, helemaal goed. Ja, dan ga ik gewoon simpel even naar mijn server toe. Als het goed is, staat hij nog open. Ja, die staat nog open. En wat ik dan kan doen... Even kijken of ik dat goed zeg hoor. Database. Bestanden. Ja, kijk, hier zit ik in mijn bestanden. Je ziet het. En dan moet ik naar... Ja, volgens mij zit ik hier al goed. Ik ben er niet helemaal zeker van. Even kijken. Ja, ik kan hem hier gewoon... Kijk, dit zit nou in de public HTML code. Dus u ziet het, de public HTML code. Dus wat ik nu ga doen, ik ga nu gewoon het bestand uploaden naar mijn public HTML map op mijn server. En daarvoor heb ik het bestand nodig die ik net heb gedownload van Treytracker, zodat ik bevestigd word. Gaat u zo allemaal zien. Ja, dan wil het wel eens zijn dat hij af en toe niet leesbaar is of iets dergelijks. Oh kijk, hier staat hij, Treytracker. Oké, die kan ik gewoon invoeren. Ik zeg gewoon uploaden bestand op mijn server. Even kijken. Ja, het is even kijken. Upload voltooid. Hij zit in het domein fietsen maken. Public HTML Treytracker. Klik hier om terug te gaan. Nou, dat doen we gewoon. We gaan terug. Ga ik gewoon weer even naar het begin van mijn website waar ik was. Fietsenmaker. En we gaan naar Treytracker. Zo. We gaan simpel verifiëren. Ah, kijk, nu heeft hij dus bevestigd dat ik de eigenaar ben van het domein. Kijk, uw eigendom HTML fietsen-maken.nl is succesvol geverifieerd middels dit bestand. Ja, dus nu kan ik in feite gewoon producten gaan uitkiezen. Ga ik gewoon naar de homepage, campagnes. Ik had dus auto, motoren en fietsen moeten kiezen, dat zie ik nu. Maar ja, had ik even niet aan gedacht. En nu kan ik me gewoon heel simpel aanmelden bij al deze webshops. En dan kan ik later dan een selectie maken van welke webshop wil ik de producten uploaden in mijn webshop. Dus dan zeg ik nu even aanmelden. En ja, dat is het eigenlijk. Nu ben ik aangemeld, kijk. Ik heb meteen goedkeuring gekregen bij een heleboel webshops.
En ik ben bij 48 webshops niet aangemeld. Ik meld me altijd overal aan. Klik eens ook weer even naar mijn website toe. Is altijd mooi voor de traffic. Dan komt er meteen wat traffic op gang. Dus ja, het zijn geen kopers, maar het zijn wel klikkers. Dus wie weet. Nou, die zijn dus ook allemaal bevestigd. En dan heb ik er in feite gewoon nog 23. Heb ik me niet aangemeld. En dan ga ik me ook nog even aanmelden. Zo. Ja, u ziet, ik ben niet aangemeld, dus 0. 27 zijn er onder beoordeling. En ik ben door 27 websites ben ik geaccepteerd. Op 46 websites ben ik geaccepteerd. Ja, dan kan ik dus mooi een keuze maken van de producten die ik wil uploaden naar mijn webshop. Ja, ik hoop dat dit voldoende informatie was. Ja, geeft u ons een likeje natuurlijk met betrekking tot de video. Schrijft u zich in op het YouTube kanaal, zodat u altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot affiliate marketing en website optimalisatie. Dit was Mark Hooijman voor regionaalvindbaar.nl. Ik hoop u snel weer te zien in de volgende video. Vriendelijk bedankt.